Iemand heeft commandant de Bot onthoofd. Waarschijnlijk stond iemand zo aan de kop om niet om. Maar dat is geen echt hoofd. Het is een soort masker of helm dat je over je hoofd trekt. Ik dacht al, een bot, wat is dat voor een dier? Dus iemand heeft dat verloren? Of iemand heeft wie of wat erin zat met huid en haar verslonden. De heer! Had er iemand mij geroepen? Mogen wij hier iets eten? Kom toch binnen en let even niet op de rommel hier buiten. Dus, waarom hebt gij commandant de Bot opgegeten? Opgegeten? Dat was een goeie, hè? En kent je die een van? Zeg, zijn jullie toeristen? Toeristen? Nee, wij zijn koeristen. Wij reizen zo wat rond met een reisbus. Ja, maar er zijn ook die rondrijden met een drinkbus. Op een fiets, dat zijn koeraars. Excuseer, waar is hier ergens het toilet? Wat? Ik hoor u niet goed. Met al die drukte. Wat zegt ge? Veganist. Ja, veganist. Ik eet geen vlees, vis en dierlijke producten. Zoals zuivel, eieren en honing. En ik gebruik ook geen dierlijke producten als leer en wol. Maar wat bont dragen rond uw nek, dat vindt meneer dan weer geen probleem. Ja, ik vind wel dat hij het redelijk bont maakt. Ja, over bont gesproken, misschien moeten we James Bond vragen om dat hier op te lossen. Is hier dan echt niemand met een speurneus? Ik ben een geweldige speurneus. Nee, ik zal dat mysterie wel eens oplossen. Juffrouw, uw bus is al vertrokken. Dat is geen probleem. Ik denk dat ik hier een tijdje blijf. Ik ben Bella Brochette. Aangenaam.